Hoi allemaal, welkom bij Fem. Het is What's on My puntje, puntje, puntje themaweek bij Fem. En we laten dus allemaal iets in ons huis zien en we laten zien wat we daarop hebben staan. En ik dacht misschien is het wel leuk om een What's on My nightstand versie ervan te maken. Oftewel, wat heb ik op een nachtkastje staan? En ik film altijd in mijn slaapkamer en het nachtkastje is natuurlijk ook altijd te zien. En misschien dat je wel eens af hebt gevraagd wat ik daar nou precies op heb staan. Ik ga het jullie laten zien. Dit kastje is niet een officieel nachtkastje, het is namelijk meer een soort archiefkast. Het is de IKEA Helmer en ik heb er mijn nagellak in zitten. En dat is voor een andere video, het is What's on my nightstand, niet What's in my nightstand. Maar dan weten jullie in elk geval welk kastje het is. En wellicht dat ik de inhoud nog een keer in een andere video voorbij laat komen. Onmisbaar voor mij, mijn iPad mini. Deze gebruik ik altijd nog eventjes vlak voordat ik ga slapen. En dan ga ik nog eventjes een beetje surfen. Kijk nog wat beauty video's. En dan val ik heerlijk rustig in slaap. Voor de losse dingetjes die ik hier heb staan heb ik dit boekje. Deze is van de H&M. En dit is stiekem een opbergdoos. En je doet hem open. En dan kun je daar gewoon wat kleine rommeltjes in stoppen. Ik heb hier dingen in als oordopjes. Nog wat nagelriemverzorgingsproducten. Eentje van L'Occitane. En eentje van OPI. Ik heb hier nog wat pijnstillers voor het geval dat. Een lippenbalsem van de Body Shop van Honeymania. Tea tree olie van de Body Shop als ik een buisje heb. En nog een elastiekje en een haarklipje. Altijd handig. Ook onmisbaar is mijn oogmake-up remover. Deze gebruik ik altijd vlak voordat ik ga slapen. Hij haalt echt de laatste restjes weg en hij laat geen vettig laagje achter. Deze gebruik ik al jaren. Hij is van L'Oreal en hij is ook heel goed voor waterproof make-up. Ik heb nogal last van slapeloosheid en daarom gebruik ik vaak deze spray. Deze is van de Body Shop en dit is de Dreamy Pillow & Body Mist. En deze zou ervoor moeten zorgen dat je iets beter slaapt. Hij is met essentiële olie, een beetje op basis van aromatherapie. En hij zorgt ervoor dat je net wat meer ontspant. Vlak voordat ik ga slapen smeer ik mijn nagelriemen in. Dat doe ik meestal met Lush Lemony Flutter. En dat is een nagelriemboter en die zorgt ervoor dat je nagelriemen weer helemaal zacht worden. En dat je nagels heel erg sterk worden. En die doe ik altijd op voordat ik mijn bed induik. Als ik mijn nagelriemen heb ingesmeerd gebruik ik nog wat handcreme. En daarvoor gebruik ik deze van L'Occitane, de Shea Butter handcreme. En die is echt het beste. Dan word je 's ochtends wakker met die hele zachte handen. Fantastisch. Op mijn nachtkastje heb ik nog een klein lampje staan. Ik weet alleen niet meer waarvan de kap is. Ik heb hem echt al na 10, 15 jaar. Echt al heel erg lang. Ik had hem vroeger nog bij mijn ouders. Het voetje is van IKEA, maar die is niet zo spannend. Maar het kapje, dat is echt perfect hiervoor in dit huis. Ook heb ik hier nog altijd een geurkaars staan. Deze is van Rituals in de geur Under a Fig Tree. En dat is echt mijn favoriet. Die geur is zo lekker. En die heb ik gewoon 's avonds zit ik bijvoorbeeld nog eventjes met mijn laptop in mijn bed. En dan zet ik die kaars nog even aan. Gewoon lekker ontspannen en dan zo hup op naar droomland. Dit was mijn versie van What's on my nightstand. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. Laat in de comments weten wat er niet op jouw nachtkastje mag ontbreken. Ik ben benieuwd. Ik ga ze allemaal lezen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Nou, ik ga jullie nu mijn vanity laten zien en zeg maar de make-up spulletjes staan allemaal op deze ladekastjes van Alex.